Oei, oei. Zolang dat rijdt, wezen, moet je dringen leren. Ja, dat is zeker. Koulibaly moet je opbrengen, een beetje target, man. En door rondlopen. Koulibaly. 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 En het schot en tegen de paal. De schacht zit ertussen. Koulibaly en Tshishuba. En het is 3-3. Tshishuba. Koulibaly. Voorbij de man. Goal. Tshishuba en de goal. 4-3 Sint-Truiden. Koulibaly. Ongelooflijk. Sta je ontploft. Ariël Jacobs, de afgang van Anderlecht doet pijn aan de ogen. Maar wij, met onze gast, naar café Het Stadion. Ik denk een ploeg like Anderlecht moet gewoon iemand gaan zoeken, een buitenlander als trainer. Die gewoon bij niemand geen rekening houden. Die gelijk Mourinho, die zit ook heel grote verdette op de bank. En Anderlecht zal die richting moeten uitgaan, want het gaat niet goed aflopen. En Sint-Truiden, Danny, zijn we nu definitief gelanceerd? Of hoe zit het, maat? Momenteel staat er in mijn ogen geen ploeg op het veld. Men wint vandaag door het stom zijn van Anderlecht zelf, vind ik. Anderlecht heeft het weggegeven. Ik persoonlijk vind van wel, als je 3-2 hier voorstelt op Sint-Truiden en dan toch anders gaat voetballen. Maar Sint-Truiden, is dit een ploeg op de zakken? Ik hoop van niet. Ja, maar wat denk je? Als je voetbal gelijk vandaag tweede helft gedaan, dan zakt men niet. Maar het zijn die wedstrijden binnen 14 dagen die KV Mechelen gewonnen moeten worden. Niet die vandaag. Ton père a été très important. Zo'n stunts vraagt altijd om bevestiging. Dennis van Wijk, de Nederlander, staat in de dugout van Sint-Truiden. Hij is de nieuwe coach. En Tshishuba helemaal vooraan en ook Koulibaly achteraan. De mannen van de belangrijke goals tegen Anderlecht vorige week starten opnieuw op de bank. Sint-Truiden heeft wat veldoverwicht in het begin van de wedstrijd. Hendriks met een prima paasje op De Broe voorbij de doelman. Maar de hoek is te scherp. Maar Sint-Truiden is zoal heel vroeg gevaarlijk. En dan is het lang wachten op een volgende kans. 20e minuut, trap Stolica. Maar ook hier is de hoek te scherp. Bergen komt dan wat beter in de wedstrijd. Missertje Rocky Peters. Dalma zoekt Zocco. Maar de bal wordt weggewerkt. Bergen blijft dan wel in balbezit. Stolica zet voor. Maar ook dit wordt niks. Ja, Dalma krijgt door het missen van Peters plots veel ruimte. Maar het levert niks op. Sint-Truiden komt er dan nog eens uit. Hele goede paas van De Broe. Tot bij Beslia. Plots alleen voor Herpoel, maar Herpoel pakt. Beslia is overigens de enige niet-Belg in de basis bij Sint-Truiden. En plots houden ze hun hart vast bij Sint-Truiden. Van Hout is blijven liggen. Hij heeft een trap gekregen van Nibombe. Van Hout blijft daar lang op de grond liggen, maar kan uiteindelijk toch nog voortspelen. Het is 0-0 aan de rust in Bergen Sint-Truiden en het is vooral koud. Kort na de pauze, vrij trap voor Bergen. De bal wordt een paar keer doorgekopt. En dan scoort Zocco, maar er is gefloten. En terecht, wanneer Duarte doorkomt, staat Raguet buitenspel. Er is ook nauwelijks protest bij Bergen. De kansen zijn er nauwelijks in de tweede helft op het uur. Sint-Truiden toch eens voorzet Hendriks. De Broe kopt maar een paar meter naast. Dalma dan voor Bergen, die zich toch eens doorzet op de rechterflank. Hij zet voor, Nibombe trapt een gat in de lucht en Zocco dan doet dat niet slecht. Zocco laat de bal even opwippen, goede poging. Zocco samen met Dalma topschutter bij Bergen met 3 goals. En kort voor tijd gaat Zocco van het veld, Roussel valt in voor Bergen. Roussel speelde amper 8 minuten in de laatste 4 wedstrijden. En ook hij zorgt niet voor beterschap. Het is Dalma die helemaal op het einde nog eens een actie opzet voor Bergen. Bergen heeft wel het meeste balbezit, maar Vreven verdedigt goed. Hij blokt dat schot van Dalma af. En zo eindigt Bergen Sint-Truiden op 0-0 na een draak van een wedstrijd. Maar toch is Sint-Truiden-trainer Van Wijk tevreden. Wij zijn natuurlijk op verplaatsing redelijk rap tevreden, want dit is ons eerste punt op verplaatsing.
En ook denk ik de tweede keer dat we de nul hebben gespeeld. Dus wat dat betreft is dat wel een succes. Overleven in de eerste klasse. KV Mechelen is de nummer 15 in het klassement. Sint-Truiden staat één plaatsje lager en heeft ook één punt minder. Voor Dennis van Wijk, de nieuwe trainer van Sint-Truiden, was het ook de eerste thuismatch. Benieuwd of de supporters hem na vanavond verliefd in de ogen zullen kijken. Stef Wijnands. De Ardennen zijn een stuk noordwaarts opgeschoven, want in Sint-Truiden ligt een laag sneeuw op het veld. In Vlaanderen is dat toch een uitzondering. Als u ziet, hier het terrein helemaal bedekt met sneeuw. Beide ploegen missen nogal wat bepalende pionnen. Bij STWV zijn Hendricks en de Lorge geschorst. En Kevin van Dessel die is tijdens de opwarming geblesseerd uitgevallen. Hun vervangers zijn Van Oudenhoven, Buvens en Shishuba. Bij KV Mechelen zijn ze eigenlijk zonder spits, want het duo Nong Vlemings zo in goede doen de laatste weken. Zij zijn beide geschorst. Krabbeels Pieter, na maanden van blessure, maakt zijn opwachting. En naast hem in de spits zal Kielo Liesi spelen. En bij KV Mechelen nog een debutant, de Ghanese Idi. Rocky Peters inleveren bij Kielo Liesi. Die moet wachten op Krabbeels. Kielo Liesi makkelijk voorbij Peters. Nu korte hoek, overtrappen. Eerste mogelijkheid, zullen we het toch maar noemen. De fout van Rocky Peters. En dan Kielo Liesi. Trapt hoog over. Haaien. Tot bij Buvis. En Azare. En plots is daar Bezlia. Bezlia! Oh, goede save. Van Adamovic. Uitstekend zelfs. En Bezlia kan die bal dan niet binnenhouden. Ja, dit had voor Mirsad Bezlia de allereerste goal kunnen worden in het shirt van STVV. Doet dat goed. Houdt Ives af. Maar Adamovic heel snel bij de pinken na 17 minuten. Geen goal voor de Bosnier. Van Hout met Ives. Ives gaat eraan hangen. Tot twee keer toe. Het is gewoon ingooien voor Sint-Truiden. Van Hout blijft liggen. En dat zien ze hier niet graag, want hij is al zo lange tijd uit geweest. Zij kijken bang toe of hun prijsschutter opnieuw gaat uit zijn of niet. En Adamo Koulibaly moet zich meteen opwarmen. Want de spieren van Van Hout zijn nu niet de meest taaie van alle eerste klasse spitsen. En het moet meteen vervangen worden. Het is over voor Peter van Hout. En Adamo Koulibaly, die zo fantastisch inviel twee weken geleden tegen Anderlecht, komt in de ploeg. En dat is een goede tackle, die was nodig van Chimezza. Maar er is plots nu, en er is toch een overtreding op dit veld. Op Bezlia. Die werd niet gegeven, want nu hoef je natuurlijk niet veel duwtjes te krijgen. En Bezlia maakt dat duidelijk aan de grensrechter. Kijk, dit soort duwtjes op dit veld brengt de speler meer dan ooit uit evenwicht. Mazare. Lange bal richting Krabbeels. Persoons, goed ingespeeld. Direct tot bij Idi. Imschoot gaat diep, die krijgt die bal ook, die kan koppen. En de eerste goede kans voor KV Mechelen na 43 minuten. Goede bal van Idi. Goed gelopen van Christophe Imschoot. En ook nog goed gekopt ook. Mignolet uiteindelijk niet de grootste moeite. Maar die stond er wel. Want die moet zo stilledaan verkleumd zijn. Imschoot zelf gaat de hoekschop nemen voor KV Mechelen. En dat is een goal. En het is een goal van Van Oevelen. Of is het Geudes? Het is Geudes. Die scoort KV Mechelen meteen na die goede kans van Imschoot, die dan zelf die hoekschop nam. Goed wegdraaiend. En dan is het Van Oudenhoven die niet oplet daar achteraan. En Geudes maakt er 0-1 van zo dicht tegen de rust. En dat verdient de KV Mechelen nu ook niet echt. Van Oudenhoven tot bij Koulibaly. En Bezlia. Bezlia wil buitenom. En Bezlia moet een strafschop krijgen. Nee, want die gaat hangen
aan Mellemans. En dus wordt de overtreding gefloten tegen Bezlia. En dan gaat hij wel liggen. En ging hij ook wel even hangen aan Mellemans. Maar kijk, die ogen van Mellemans. Wat een angst op dat er strafschop zou gefloten worden. Gimenez aan de buitenkant. Bal te ver van De Broer. Maar daar is toch plots Koulibaly. Koulibaly. Ja, hij zat al niet echt lekker na zijn invalbeurt. Loopt er een beetje verkleumd bij. Geen buitenspel. Fout van Mellemans bij dat instappen. En dan wil hij die bal in de verste hoek plaatsen. Adamo Koulibaly. En dan springt hij net even. Dit was een grote kans voor STVV. Persoons. En dat was sterk van Gimenez. Koulibaly, wanneer doet hij zwart? Koulibaly is Ives kwijt. En dat is moeilijk voor Bezlia. En die krijgt een duw. Hij krijgt een duw waar heel het stadion boos om is. Maar Bury onverbiddelijk. Als dat geen buitenspel over is, kijk. Op dit veld is deze duw een strafschop overduidelijk. En Bury, het is niet zijn beste wedstrijd. Zoals we al eerder zeiden, hij voelt het niet goed aan op dit veld. Gooivaart. Nu bal voorlopig niet controleren. Goed paasje. Adamovic is weer daar. En die heeft hem in twee keer. Vlekkeloze partij. Bovendien buitenspel van Tsitsouba. Het is over en uit. Opstaaien. Mechelen heeft de punten niet gestolen. Maar echt verdiend is deze winst zeker niet. Sint-Truiden had geen macht vooraan. En dat betekende een nederlaag na de hoekschop van Imschoot door Kevin Geudes. De onmacht vooraan bij Sint-Truiden op dit onmogelijke veld. Zoals het vanavond wel overal zal geweest zijn. En Sint-Truiden terug diep in de degradatie zorgen. En Mechelen zo net voor de winterstop. 15 punten. De rust kan daar ook helemaal terugkeren. Sint-Truiden 0. En 1 voor KV Mechelen. Ja, zo doet KV Mechelen inderdaad een heel goede zaak. We gaan nog eens terug naar Staaien voor enkele reacties. Om te beginnen die van Mechelen trainer Peter Maas. Vind je het een verdiende overwinning? Ja, wat is verdiend op zo'n veld? Als je die wedstrijd vooraf bekijkt en je ziet dat veld, dan denk je van laten we hier alsjeblieft niet op voetballen. Maar achteraf natuurlijk heel content. En voor mij mag het elke week zo'n veld zijn als we maar winnen. Maar er zijn wedstrijden, wie daar het eerste doelpunt maakt en je kan dan wat gaan leunen. Aanvallend is het heel moeilijk van iets te creëren op zo'n veld. Ja, dan ben je in je voordeel en gelukkig waren wij vandaag in ons voordeel. Heeft dit Sint-Truiden voldoende kwaliteit om in eerste te blijven? Ja, Sint-Truiden moet in eerste blijven. Het is een traditieclub met fantastische supporters en wij gaan de keihard en werk om dat te realiseren. Ik zag dat de opluchting bijzonder groot was bij jullie. Ja, omdat je weet, je komt naar Sint-Truiden vlak voor de winterstop. We wisten, we mochten hier niet verliezen. We moesten gelijk spelen of komen winnen. En als je hier dan 3 punten kunt komen pakken, dan dat is gewoon schitterend. En vlak voor de winterstop kunnen we een kloofje maken. En ja, dat is een heel goed gevoel. Supporters zich versterken. Dat was ook nodig na een bijzonder matige heenronde en een voorlopige gedeelde 17e plaats. Lokeren had minder zorgen, maar kon toch ook al 6 keer na elkaar niet meer winnen. Wat bracht deze milde winteravond? U hoort Stef Wijnands. Het jaar 2008 mag een hele hap beter worden voor STVV dat in deze transferperiode redelijk fors heeft uitgehaald. 6 nieuwe spelers zijn maar liefst aangetrokken om uit de degradatiezone weg te geraken. En 3 onder hen staan aan de aftrap. Allen zijn het verdedigers. Sloveen Gobec, Pieter Kolle, ex-international en vooral Mario Cantalupi. Een Zwitser met Italiaanse roots. Hij moet de verdediging gaan leiden. Bij Lokeren staat van de nieuwelingen enkel Frederik Dupré in de ploeg. Die stond ook heel dicht bij een akkoord bij Sint-Truiden. Maar hij koos uiteindelijk voor Lokeren. Jérôme Menzolo, dat is de scheidsrechter vanavond.
Mario Karavic mag voor het eerste gevaar in deze wedstrijd gaan zorgen. We spelen 30 seconden als Lokeren een hoekschop mag trappen. Laag, verlengd en daar schot van Kilian Overmeire. Dit had een betere richting uitgemoeten. Van Dessel in een centrale rol zoals hij het graag heeft. Daar is Lokeren weg. Marcel Mbayo, Tombe en... Daar is Tombe met de goal. Jawel, het is al heel erg vroeg. 0-1 voor Lokeren na 3 minuten. Ook Camara was in de buurt. En daar laat de nieuwe Truijense verdediging zich al heel snel ringeloren. Aan de linkerkant Marcel Mbayo, heel snel weg. Niemand die daar nog bij kan. Hier te zien. Zet de Lorge in de wind en dan Cantalupi en Gobec, de twee nieuwelingen, laten zich daar meteen vloeren. 0-1. Sporting Lokeren. Buitenkant Marcel Mbayo. Handspel van Van Dessel. En Tombe draait daar heel erg vlot weg van Nicky Haaien. En Simon Mignolet moest alweer ingrijpen. 8 minuten ver, opnieuw een kans voor Lokeren. Tombe tussen Cantalupi en Haaien in. Snel genomen die vrije trap. Hier is Kolle en daar is de goal. Nee, want die bal wordt van de lijn gehaald door Olivier Dool. Snelle vrije trap genomen door Sint-Truiden. De Lorge naar Pieter Kolle. En dan aan de tweede paal goed vrijgelopen. Rocky Peters. Nee, niet helemaal zeker of die bal wel erin ging. Ging misschien zelfs nog voorlangs. De eerste keer Sint-Truiden, 10 minuten ver. Kolle. Zoekt Koulibaly. Shimeza. Aan zijn linker. De Lorge, die kan goed trappen. Doet dat niet onaardig met zijn minst goede voet. Zijn linker. Kolle. Snel ingegooid. Tot bij Haaien. Sint-Truiden dat er meer dan het overwicht heeft voorlopig. Maar niet tot kansen komt. Rocky Peters, die is wel een goede wedstrijd bezig. Dit is geen slechte bal. Koulibaly met de hand. En die gaat een gele kaart krijgen. Van Jérôme Ifong-Nzolo. De Broe. En een goede bal van Sander De Broe. Sint-Truiden speelt helemaal niet onaardig. Het is de goal nog die ontbreekt. Rocky Peters kon er niet op tijd zijn. Lazic doorstaat ook dit gevaar. Goede opening was het van De Broe. En dan iets te scherp die voorzet. Moeilijk die combinatie. Maar weer goed werk van Rocky Peters. Maar wie gaat er dan koppen? Gobec met een goede voorzet. Shimeza niet. En die bal krijgt Lokeren daar ternauwernood weg. Via Madi. Goede voorzet van die nieuwe linksachter van Sint-Truiden, Gobec. Maar het schoentje blijft wringen vooraan. We zitten in de toegevoegde tijd. Nog één keer Sint-Truiden misschien. Met een bal van Van Dessel in de 16. Shimeza niet. En dan is het afgelopen. En leidt Lokeren echt op een diefje. Na die hele vroege goal van Tombe met 0-1. Dupré. Goede beweging. Van Dessel in de wind gezet. Goede voorzet. En daar moet Haaien de meubelen redden na 2 minuten. Net zoals in de openingsfase van de eerste helft. Toen scoorde Loker wel, nu niet. Met een goede voorzet van Dupré aan de rechterkant. En dan Haaien. Net voor Mbayo, dacht ik. Want volgende week kan Sint-Truiden over 3 nieuwe spitsen beschikken. Nu kijken we naar Lokeren. Overmeire plaatst die bal. Geen probleem voor Mignolet. En de thuisaanhang probeert er wat animo in te krijgen. De Broe. Karavic op de huid. De Broe met goed schot op de paal. En dan Koulibaly in de rebound. En naar wie moet hij? Hij doet het zelf. Het wordt niks. Prachtig schot van Sander De Broe met zijn linker. Lazevic geen verhaal. De paal bewoog. Maar het zijn de netten die moeten trillen. Aan de buitenkant Gobec heeft ruimte voor zich om te gaan. Dat doet hij ook. Bal in het centrum en een fout. Daar is Van Dessel plots. Maar die kreeg hij niet onder controle. En vervolgens raakte hij Lazic. En dus ligt het spel alweer stil.
En die blijft als dood liggen. De Broe. De Broe trapt weer met zijn linker en dit keer is hem er wel in. Wel, wel, wel. Sander De Broe met zijn linker tot twee keer toe. 66 minuten ver. En ja, toch wel de verdiende gelijkmaker. Lokeren wil echt niet voetballen. Het staat te wachten. En Sint-Truiden dat het oh zo moeilijk heeft om in de 16 wat klaar te krijgen. Dus moet het dan maar gebeuren. Met een afstandsschot. En Sander De Broe. Propertjes hoor, zoals die bal binnengaat. Lazic kansloos. Na de misser van Karevic. En Lazic ziet die bal wellicht te laat komen. Hij heeft in elk geval geen reactie om die nog uit het doel te weren. 1 minuut na de gelijkmaker. Vrije trap voor Lokeren met Karevic. De bal wordt verlengd en die vliegt erin. Nee, die gaat er niet in. En bovendien is er buitenspel gesignaleerd, maar dan wel in de rebound. Of hier al. Dat kan natuurlijk. Nee, hier zeker niet. En waarom zou dan dat buitenspel zijn? Kobec, goed ingespeeld. Chris Buves met zijn linker. Die voorzet is goed. Daar is Rocky Peters. Nog eens Rocky Peters. Lazic maar half. Is dat geen handspel? 4 minuten nog als Sint-Truiden een vrije trap mag nemen met Kobec. Die trapt richting doel. Uiteraard geen probleem, dit soort ballen voor de doelman. Eén keer Sint-Truiden misschien nog. De Broe. Tot bij Van Hout. Ingooien Sint-Truiden. Of is het niet meer nodig? Hij maakt er een einde aan. Jérôme Effon een solo. En dan is het 1-1 op Staaien. En komt Lokeren. Dat niet echt goed voor de dag kwam. Hier goed weg met een 1-1 Sint-Truiden. Dat niet onaardig speelde bij momenten. Maar toch te weinig kansen kon afdwingen. En zo kan iedereen zich allicht vinden in deze 1-1 in Sint-Truiden Lokeren. Ja, de veranderingen bij Sint-Truiden werpen vruchten af. Pieter Kolle is een van de nieuwe mannen die samen met trainer Dennis van Wijk voor het behoud moet zorgen. Ja, Pieter Kolle wil voorlopig nog niet reageren. Dat is misschien voor zometeen. Eerst Roeselaar en Schalke. Het Groense publiek voor zich winnen met een overwinning. Tegen staartploeg Sint-Truiden moest dat kunnen. Maar STVV heeft in de winterstop nogal wat nieuwe spelers aangetrokken die zich willen bewijzen. Alweer nieuwe gezichten bij Sint-Truiden. Twee spitsen deze week. Dit is de Senegalees Sidi Bey. Sidi Bey komt over van het Hongaarse Debrecen waar hij vaak scoorde. En naast hem voorin staat Michael Pospisil, de Tsjech, speelde eerder bij Hearts uit de Schotse competitie. Bij Muskroen zit Schifo voor de tweede keer als trainer op de bank en hij gaat op zoek naar zijn eerste punten. De eerste kans is voor thuisploeg Muskroen. Paco Sanchez haalt plots uit, niet slecht. En Muskroen blijft gevaarlijk van op afstand. Assou Ekoto trapt op de vuisten van Mignolet en dan mist Kustovic van heel dichtbij. Hele goede harde trap van Assou Ekoto, maar daar had Kustovic iets meer mee kunnen doen. Sint-Truiden dan met nieuwkomer Pospisil, geeft meteen zijn visitekaartje af. Doltar wat met de spelers van Muskroen haalt uit op de handen van Volders. Goeie actie toch van Pospisil. En dan problemen bij Rocky Peters van Sint-Truiden. Hij raakt bij een kopduel geplet tussen twee spelers. Een pijnlijke zaak voor Peters, die lange tijd op de grond blijft liggen. Zit daar de hele tijd naar lucht te happen, maar na een tijdje kan hij toch voortspelen. We gaan dan stilaan richting rust. Bal tot bij Assou Ekoto, die trapt alweer op doel. Mignolet goed plat. Sint-Truiden heeft veldoverwicht, maar Muskroen is gevaarlijker. Kustovic plots alleen op Mignolet af. Maar het wil hem maar niet lukken vanavond. Alweer ver naast. En zo gaan we rusten met 0-0. Na de pauze is het heel magertjes wat we te zien krijgen. Muskroen hier toch eens met een behoorlijke voorzet. Maar Kustovic loopt te snel in en zo gaat hij onder de bal door. We zijn er al een kwartier voor tijd. Aanval van Sint-Truiden van op rechts.
Van Dessel tot bij Hendricks. En die vindt Peters. Die trapt in één tijd met links. En dat is voorlopig de beste kans in de hele tweede helft. Even later dan nog eens Sint-Truiden. Postpizil tot bij Van Dessel. Opnieuw Postpizil. Maar zijn schot is heel zwakjes. De Tsjech laat zich nog zien, maar die andere nieuwkomer, Sidi B, bakt er voorlopig helemaal niks van. 0-0 is de eindstand. Sint-Truiden pakt zijn tweede punt op rij. Meer valt er wel niet te vertellen over deze heel zwakke wedstrijd. En zo druipt iedereen heel ontgoocheld af. Westerlo is goed begonnen aan de terugronde. Van de competitie kon het zich niet veroorloven om te verliezen. Want Standaar en Cercle Brugge zitten blauw-zwart op de hielen en straks spelen die twee nog tegen elkaar. Bij Sint-Truiden stonden Hendricks en Chimedza aan de aftrap, net als de Tsjechische spits Pospisil die zijn debuut maakte. Club Brugge speelde met de ploeg die vorige week Germinal Beerschot versloeg. Enkel Wesley Sonck ontbrak. Hij is ziek en werd vervangen door Vermeulen. U hoort Stef Wijnands. Ah ja, Sidi Bey. In de loge richting De Broe. Kolle, opnieuw De Broe. Daar is Rocky Peters met Siemens in de rug. Rocky Peters, buitenkant, Hendricks. Hendricks, eerste goede actie van de match na 4 minuten. Met een aanvallend Sint-Truiden. Sterkelee komt goed door. Blondel, één tijd. Eén, die gaat er maar net over. En zo komt Club Brugge eigenlijk uit het niets na 19 minuten tot een kans. Kijk eens, De Broe die Blondel zomaar laat lopen. Blondel, goed binnen doorgestoken. Mignolet, wat kom je daar doen? Sterkelee. En die kan nu voorzetten. Nee, die trapt gewoon zelf. Prachtig van François Sterkelee. Helemaal in het hoekje. En Mario Cantalupi, de Zwitserse centrale verdediger, moet hier redding brengen. Club Brugge wordt beter en beter. Sint-Truiden moet achteruit. 29 minuten nu. Mignolet ver uit zijn goal. En die ging er... Ja, die ging erin. Rocky Peters kaatsen met Pospisil. Rocky Peters kan meters maken, dat zeker. En nu spelen op Pospisil en die heeft ruimte en die scoort. Nee, in twee tijden dan? Nee, want Stijnen, die kan je zomaar niet verslaan. Alsjeblieft, in drie tijden pakt hij hem. Heeft hij een magneet in de goal hangen of niet? Hier Rocky Peters met het overzicht. Randje buitenspel. En Stijnen, ja, je kan hem nauwelijks verslaan. Al had hij hier wel assistentie nodig van Priske. Ivan Lekko. En u weet dat er dan een vrije trap of een hoekschop aankomt. En daar is Siemens aan de eerste paal. En moet Mignolet redding brengen en vervolgens Cantalupi. En zo zijn er toch nu wel wat kansen. Hendricks moet even wachten. Chimedza in de buurt van de 16. Hendricks in de 16 nu. Goed weggekapt. Hendricks heeft nu alle tijd. Trapt dan. En de kopstoot. Wat gebeurt er allemaal? De bal gaat over. Te weinig overleg bij Sint-Truiden. Die bal van Hendricks is zo hard dat Rocky Peters er geen richting kan aangeven. En dus legt hij hem terug en trapt de kapitein van Sint-Truiden, Peter de Lorge, over. 3 kansen nu, 2 voor Sint-Truiden, 1 voor Club Brugge op korte periode. En hij kan niet meer verder, Sander de Broe. Lekko. Lekko komt naar het centrum en wordt tegen de grond getrokken door de Lorge. Daar wordt niet voor gefloten. En Sint-Truiden kan counteren. Chimedza. Pospisil. Maar er is weinig volk van Sint-Truiden. En toch blijft iedereen staan daar. Chimedza. Tot bij Sidi B. En dit is een kans. Sidi B. En die trapt die in de tribunes. 11 minuten ver. En gaat makkelijk liggen daar. Ivan Lekko. Pospisil. Aannemen. Het moet de andere kant op. Dat is een goede bal. Rocky Peters alleen op Stijn af. Rocky Peters, werkt die af? Hij werkt niet af, want wie zit er tussen, dacht u? Stijn die heeft een magneet in zijn goal hangen. Hij is gewoon goed. Peters wacht heel erg lang. En Stijn duwt in hoekschop. Maar Club Brugge laat Sint-Truiden te veel ruimte.
Club Brugge heeft nog niet veel klaargekregen. 14 minuten ver. En daar is de goal. Nee, op de lat. Sterkelee in twee keer. En dan is de bal voor Mignolet. En zo krijgen we toch wel wat kansen in deze wedstrijd. Hier de vrije trap van Lecco en dan Sterkelee. Kansloos was Mignolet. En dan mag hij hem oprapen. Heel veel standaard situaties voor Club Brugge dus. En daar komt het gevaar uit. Lange bal. En Valgaren moet opletten, want Pospisil is door. En dit is wat gaat Vervekke doen. In elk geval rood trekken, dat is duidelijk. Maar wordt het een strafschop? Hij aarzelt niet. Rood voor Joost Valgaren. Maar dan, wat gebeurt er? Is het erin of is het niet erin? Hij denkt nog altijd na, Vervekke. Lange bal, Pospisil die moeilijkheden had om die te controleren. Maar Valgaren, ja, die gaat eraan hangen. En dit is er buiten, dus geen strafschop. Hoe kan Sint-Truiden gebruik maken van die man meer situatie? Nee, want Chimezza laat zich de bal afsnoepen. Geen buitenspel. Sterkelee aan de tweede paal. Goeie bal zeg voor Blondel en die gaat erin. Hij wijkt af en het is 0-1 voor Club Brugge. En François Sterkelee, wat een heerlijke voorzet. Maar Chimezza die hier in de fout gaat en die bal zomaar laat afpakken. In Club Brugge met een man minder. En 0-1 voor. Nog 23 minuten. Kolle. Hoog. Want daar kan Rocky Peters nog bij. CDB. En die bal gaat maar net over. Want die kon het kopduel nog winnen van Simaes. Het is nog niet afgelopen. Nog 20 minuten. Alle 10 Bruggelingen in de eigen 16. Cantaloupi over de muur en binnen. Jawel. 1-1. Het is verdiend. Mario Cantaloupi, de Zwitser, trapt die bal prachtig binnen. En zelfs een geweldige Stijn Stijnen kan hier niet meer bij. En het is natuurlijk verdiend. Want op achterstand staan, dat hadden ze hier ook niet verdiend. Mario Cantaloupi. Diep in de toegevoegde tijd. CDB maakt nog eens een actie. En daar staat Pospisil en Rocky Peters. De hoek is schuin. En Stijn Stijnen is weer niet te passeren. En plots was daar nog een kans. Maar er is gevlacht voor buitenspel. CDB. En daar staat inderdaad Pospisil buitenspel. Maar Stijnen, je kan trappen zoals je wil. Alleen op die vrije trap was hij te passeren vandaag. Slotseconde van de match. Die wordt afgefloten door Peter Vervekke. En de uitslag is een terechte. Zo vermoeden we, al zullen de trainers daar misschien meer anders over denken. 1-1. Bijna was Club Brugge weer op een diefje gaan lopen met de 3 punten. Maar af en toe is er nog rechtvaardigheid. Sint-Truiden pakte verdiend een punt tegen de leiders. Enkele reacties. Dennis, kan je leven met deze 1-1? Ja, wat dat betreft ben ik een makkelijk. Hè. Ik ga niet zo zeiken en zagen en dat is niet goed. En geen gele kaarten, wel gele kaarten. De wedstrijd is gespeeld. En oké, misschien staat er wel wat meer in. We zijn toch een paar keer alleen voor de keeper gekomen. En daarentegen, als je 1-0 achterkomt tegen Club Brugge, of ze nu met 10 spelen of met 11, is het altijd moeilijk om terug te keren. Club Brugge heeft de afgelopen week kritiek gekregen als jullie niet wonnen. Maar ik vond jullie vandaag wel aardig, hoor. Ik dacht het ook. Dus zeker de tweede helft. De eerste helft was gezond agressief van twee kanten. Oké, zij mochten iets meer dan wij, maar dat is nu eenmaal zo. Als 12.000 mensen daarnaar schrijven, dan moet je ook bij kunnen neerleggen. Hebben we ook gedaan, zijn we rustig in gebleven. De tweede helft was beter, was voor ons. Zij kozen iets meer zekerheid achterin. Wij maakten daar gebruik van. Het is spijtig. Als je niet met 10 valt, winnen we hier. Content avec le résultat? Non, on doit gagner aujourd'hui parce qu'on a des possibilités contre une équipe de Bruges. Qui sont toujours dangereux, mais on a des possibilités, on a bien joué. Mais alors, malheureusement, une situation comme on est maintenant pour le moment, c'est la différence, les détails qui on manque encore pour monter. Ce soir, Cercle contre le Standard. Vous êtes supporter de Cercle ou le Standard? Non, match nul, ce serait le meilleur résultat pour nous. Maintenant, on verra bien, on ne se focalise pas sur les autres rencontres. Je pense que maintenant, il faut garder notre position et se concentrer déjà pour le match de Malines samedi prochain.
strafschopstop werd trouwens niet meer verloren en een eerste zege dit jaar zou een belangrijke stap kunnen zijn richting behoud. Charleroi piekt niet echt de jongste tijd. Van de titelambities voor het seizoen is allang geen sprake meer. Het stond 11e. Veel sfeer bij de meegereisde Sint-Truiden supporters en die hopen dat deze Cantaloupi even goed is als vorige week tegen Club. Het Charleroi-publiek aan de andere kant ziet voor het eerst Michelli aan de aftrap. Terreo staat samen met Akpala in de spits. 4 minuten gespeeld en de eerste kans is voor de bezoekers met Peters die verdediger Shakuri onder druk zet. Tot bij Pospisil die legt klaar voor de Lorge en met een hardschot zorgt hij verrassend voor de 0-1. De eerste kans van de wedstrijd meteen goed voor een doelpunt. Het eerste van het seizoen voor aanvoerder Peter de Lorge. Op aangeven van Pospisil is dat. En van net buiten de 16 meter klopt hij met een wegdraaiende bal doelman Lacquet. Het duurt even voor Charleroi zich herpakt na die achterstand. Michelli pakt met deze voorzet uit. En Shakuri met de kopbal die maar net naast gaat. Eerste waarschuwing voor de Limburgers. Ze komt van de Fransman Shakuri, ex-Montpellier. Bijna een half uur ver ondertussen als Akpala door de Truinse verdediging glipt. Cantaloupi met de fout, het levert hem een gele kaart op en daar mag hij misschien nog blij mee zijn. Hoe dan ook, vrije trap voor Charleroi met Tim Smolders over de muur en naast Mignolet in doel. Met zijn 4e van het seizoen brengt Smolders Charleroi weer op gelijke hoogte. Kijk nog eens naar de perfect genomen vrije trap. De laatste kans voor de rust is opnieuw voor Sint-Truiden. De voorzet die eraan komt is van Rocky Peters. Hendricks mist zijn schot, toch is er nog gevaar van Pospisil, maar Shakuri kopt de bal weg, net voor de neus van de Tsjech. 1-1 is de stand bij de rust. Na de pauze is het lang wachten op echt doelgevaar. Dat komt er pas na dik 20 minuten. Slecht weggekopt in de voeten van Akpala en die haalt meteen uit. De bal gaat niet zo ver naast het doel van Mignolet. Snelle aanval van Sint-Truiden dan. Even later Pospisil naar Sidibé. In één tijd hoog over. Goede kans voor Ibrahim Sidibé. Maar voor de rest zit hij niet echt in de wedstrijd. Een nieuwe vrije trap voor Smolders dan. En bij Sint-Truiden weten ze nu dat dat uitkijken is. Opnieuw mooi getrapt. Alleen een schitterende redding van Mignolet ook dit keer. Hij haalt de bal van onder de lat. En dat was nodig. De hoekschop na deze fase. Bal op het hoofd van Shakuri. Dit keer moet Gobec redding brengen. Van op de doellijn voorkomt hij een doelpunt. Sint-Truiden krijgt het nu wel moeilijk. Maar bij Charleroi kunnen ze de kansen niet verzilveren. Deze voorzet van Terreo belandt achter Akpala. En op die manier pakt Sint-Truiden een punt mee uit Charleroi. 1-1 en het 4e gelijkspel op rij voor de Limburgers. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat ze sinds de winterstop nog niet verloren hebben.